Hey, hallo lieve kijkers, leuk dat jullie er weer bij zijn. Ik ga vandaag een algemene legging doen. We gaan als eerste daar weer twee energiekaartjes trekken en vanuit daar kijken we waar het allemaal naartoe mag gaan. Welkom voor de nieuwe kijkers en de nieuwe abonnees. Kijk even of het met je resoneert. En neem alleen een stukje wat voor je passend is. Nou, mocht je het leuk vinden, ik ben ook actief op Instagram. Linkje staat beneden in mijn beschrijving. Daar plaats ik eigenlijk elke dag wel van alles en nog wat. Wat op spiritueel vlak gerelateerd is. Dus mocht je een kijkje willen nemen, kun je even in mijn berichtje hier beneden kijken. Voor het linkje. Oké, wat mogen we weten voor deze legging? Waar mogen we... Direction Guardian, choose your path. En take charge with authority. Oké. Nou, dan niet waar het naartoe mag gaan. Oh, wacht. Deze moet ik niet pakken, hoor ik. Oké, wat mogen we weten? De maan. De page van pentakels. En de ridder van staven. Even dus verdieping. Die moet ik meenemen. Van de hindelswaren op van staven. Oké. Waar heeft dit mee te maken? Je zit ergens vast in een situatie waardoor jij dus niet doorstroom kunt maken op financieel vlak een nieuw begin. Jij wil hier wel heel krachtig in gaan staan om deze vooruitgang te gaan creëren. Maar er is een keuze die jij moet gaan maken om vervolgens die nieuwe start weer te kunnen gaan maken. En ook in de diepe durf te springen. Waar heeft de maankaart mee te maken? Een nieuw torenmoment. Dus echt een knoop doorhakken, keuzes maken, nieuw start. Maar je zit nog te veel in jouw gedachten en je ligt er 's nachts wakker van over deze gehele situatie. Je mag je rustmoment vinden om hier meer duidelijkheid en helderheid over te gaan krijgen, zodat je die keuze kunt gaan maken van welk pad je moet gaan kiezen. Daarin mag je lessen gaan leren. Het kan dus zijn dat het te maken heeft met voor sommigen een verbintenis, huwelijk of relatie, keuzes maken. Je mag daarin de keuze is tussen twee personen. Queen van Wands en de Queen of Swords. De ene is meer op emotioneel vlak stabieler. De andere is meer in haar denken en kan makkelijk knopen doorhakken in een bepaalde situatie. Dat zal die verbintenis zijn waar ik over had. Dat
Zodat ik vragen waar de, welke. Oké, dit is een nieuwe persoon, dit is de huidige. Oké. Maar er zal een torenmoment gaan komen, waardoor jij die inzichten krijgt, zodat je dat nieuwe begin wel aan kunt gaan en jij dus die knoop door durft te hakken welke ja, keuze je moet gaan maken. Het zal dus te maken hebben met een einde van een relatie of huwelijk. Het kan dus te maken hebben dat de andere persoon op zielsniveau is. Ik heb de zes van bekers, dus het is iemand uit je jeugd, kindertijd, maar het kan ook dus vorige levens zijn waar jij dus die nieuwe verbindenis mee hebt. Maar op dit moment voel je nog veel verdriet en strijd in de situatie waar je in zit. Je weet niet goed hoe je deze moet beëindigen. Het voelt meer als een strijd nog als dat jij een juiste connectie met haar hebt. Voor jouw gevoel heb je eigenlijk die situatie al een beetje achter je gelaten. Maar het gesprek heb je nog niet met je huidige partner aangegaan. En zij is dus, of zij of hij is dus niet op de hoogte van hoe jij in deze situatie staat. Dat jij dus nu eigenlijk op die tweesprong staat om deze keuzes te maken. Jij ligt er heel veel wakker van hoe je dit aan moet gaan pakken. Een beetje een vervolg op de leggingen die ik al heb gehad. Ja, er is stiekem gedrag in het spel. En of dat van jou is of van de ander, dat durf ik niet te zeggen. Ik krijg het idee dat jij niet helemaal eerlijk bent naar jezelf, maar ook naar je partner toe. Omdat jij dus eigenlijk al bepaalde keuzes aan het maken bent waar jij je huidige partner niet over aan het vertellen bent. En dat zal dan ook als donderslag bij heldere hemel bij haar of hem kenbaar worden gemaakt. Dat jij dus eigenlijk gewoon een einde wil aan deze relatie. Ga het gesprek aan. Ik krijg ook echt last van mijn keelchakra, dus ga hier eerlijk over zijn. Ga het uitspreken en ik zie nou de keukentafel, dus het kan goed zijn dat je dat tussen de piepers en de bonen in de ruit flapt, omdat het gewoon veel te veel aan het worden is om hier nog mee te leven. Ik wil wel weten, ja, dan zal het toch echt dubbel. En de doodkaart en de tienkaart. En we hebben hier de toren. En we hebben hier een nieuw begin. Dus ja, hoe meer bevestiging wil je hebben? Ik wil hier even nog verder de verdieping over in. Ik wil weten of dat die persoon al in je leven is of al in zicht is. Waar nu eigenlijk die tweesprong voor is. Dat het te maken heeft met uit een verbinding willen gaan. En echt eerst voor jezelf gaan kiezen. En vanuit daar dat er dan iemand op je pad gaat komen. Nou. Waarom ligt de Queen of Wands hier? Ja, te veel. Er is iemand dus te veel in deze verbinding. Hier zul jij keuzes in gaan maken en iets afsluiten. Dus het is wel een persoon die al in je leven is. Of in je leven is geweest. Waar jij dus nog steeds aan denkt. En eigenlijk steeds meer jouw gevoel voor aan het groeien is. Je probeert hierboven te staan. Maar het lukt je niet. Jij krijgt elke keer weer die beelden in je hoofd
Of je ziet de persoon onverwachte momenten als het jou eigenlijk niet uitkomt. Het kan dus zijn dat het is als je dus met je huidige partner ergens bent en dat je dan die persoon in één keer ziet. Je kunt je uitbreken. Daarvoor moet je dus wel iets achter je laten op emotioneel vlak. En moet je dus ook echt wel een bepaalde wikken of wegen. Financieel speelt dus mee dat je daar een balans in gaat vinden. Dat er wel eerlijkheid geboden is om het eerlijk te gaan aanpakken. Daar zit jij nog een beetje in zo'n sneaky bastard situatie waarin jij dus eigenlijk je partner waar je nu mee bent al een tijdje voor aan het liegen bent. Maar je hebt de keuze om dat gesprek aan te gaan. Dat gaat dus ook gebeuren tussen gewoon aan de keukentafel, gewoon tijdens het avondeten. Het zal als donderslag bij heldere hemel binnenkomen bij die persoon. Maar deze persoon die hier dus ligt, is dus gewoon een derde partij die erbij zit. Dus die is al in beeld geweest of af en toe nog. Je kunt bepaalde situatie achter je gaan laten als je er eerlijk naar jezelf bent. En dus ook eerlijk gaat handelen. Eerlijk je balans erin gaat vinden. Oké. Er liggen al heel veel kaarten op tafel. Nog even een rijtje. Met deze eronder. Oké, wat mag ik nog meer weten? Ja, die nieuwe persoon. Ho, ho, ho. Die zie jij echt als die stabiliteit. Die vrouw die kan jou op emotioneel vlak stabiel stabiliteit bieden. Jij ziet haar echt als die krachtige persoon. Die volledig op haar intuïtie is gaan vertrouwen. Die zelfvertrouwen heeft. Vruchtbaarheid. Dat straalt ze ook uit. Jij wil haar die liefdesbokaal aan gaan bieden. Die Queen of Wands. En daar wil jij dus mee in het diepe springen en een nieuw begin gaan maken. Dus er ligt heel veel op tafel, maar er zullen toch eerst knopen doorgehakt moeten gaan worden. Daar zul jij toch jouw balans in moeten gaan vinden. Dat jij de juiste afweging gaat maken. En dan kun jij weer die begin gaan maken en kun jij dus naar die andere persoon toe. En dat kan heel snel gaan. Als jij het ene afsluit, kan eigenlijk het andere al bijna weer op je pad komen. Maar onthoud ook dat je al heel veel dingen opgebouwd hebt. Dat is niet altijd makkelijk geweest. Onthoud ook goed dat er een nodige heling nog aankomt. Als je een bepaalde periode afsluit, zul je ook dingen moeten helen, dan zul je af en toe echt wel nog even in de kou voelen staan en zul je bepaalde stukken lastig vinden om aan te pakken. Maar zodra je dat allemaal doorlopen hebt, zul jij wel een krachtig nieuw stabiel begin kunnen creëren met die nieuwe persoon. En zullen die innerlijke conflicten wegblijven, omdat je het lichtje naar binnen bent gaan schijnen in jezelf. Nou, een hele legging. Oké, wat mag ik nog aan boodschappen meegeven aan de lieve kijkers voor wie dit resoneert? Oké.
Oké, wat hebben we? Intuïtie. Engelen van ondersteuning. De informatie die je nodig hebt is al in je aanwezig. Luister naar je intuïtie, zodat je het in deze situatie achter je kunt laten. Zo'n mooie bevestiging. Je balans vinden. En genieten, engelen van succes. Je hebt de energie en vertrouwen juist gebruikt. Nu worden je dromen werkelijkheid. Geniet van het moment. Zodra je je intuïtie gaat volgen, knopen door gaat hakken, je heling gaat doen, dan zul jij weer het succes van genieten kunnen ervaren. Omdat je het lichtje naar binnen bent gaan schijnen en vanuit daar andere beelden en perspectieven hebt gekregen. Daar zal echt nog wel de nodige pijnen en heling bij komen kijken. Maar daarna gaat het zonnetje weer stralen voor jullie. Nou, lieve mensen, dankjewel voor het kijken. Heel veel sterkte en kracht toegewenst. En tot de volgende keer. Doei doei!